We hebben dat in december gecontroleerd, oktober gestart, december gecontroleerd. En daaruit bleek dus dat het onveilig was. Dat is ook de reden waarom we toen sloopwerkzaamheden stilgelegd hebben. En we hebben extra maatregelen genomen, onder andere plaatsen van de containers, eigenlijk dubbele containers. Gelukkig achteraf dat we ingegrepen hebben, want je ziet gewoon als we dat niet hadden gedaan, dan was de situatie nog onveiliger. En dan kan ik niet voorspellen wat er toen was gebeurd.